Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een limited editie uittesten, namelijk de Metaface collectie van Catrice. Deze ligt op dit moment in de winkel en toen ik het persbericht binnenkreeg en de collectie zag, was ik direct enthousiast. Dus toen die ook te bestellen was, heb ik hem direct besteld. En ik moet zeggen, ik was heel erg verbaasd dat de producten nog zo groot waren om te zien. Dat had ik niet helemaal verwacht. Maar ik vind het super mooi om naar de producten te kijken. En ik ben ook heel benieuwd hoe ze dus in gebruik zijn. In deze video zal ik je wat meer informatie geven over deze collectie. En gaan we hem uiteraard samen proberen. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en of die bevalt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb het persbericht er even bij gepakt, zodat we ook weten wat Catrice zelf over deze collectie te vertellen heeft. Deze collectie is geïnspireerd op holografische effecten en levendige kleuren. Ook zit er een stukje virtual reality in en de huidige digitale technieken is met deze futuristische collectie perfect om het saaie najaar toch nog wat extra kleur te geven. Dat is eigenlijk wat ze zelf over deze collectie zeggen. Ik begin maar gewoon gelijk met de producten te laten zien. Ik zal de prijs daarvan even in beeld neerzetten. Mocht deze collectie in de winkel niet meer te vinden zijn of uitverkocht zijn, online is die nog steeds te koop. En dan begin ik even met het oogschaduwpalet en dat is deze. En deze was dus ook echt groter dan ik had verwacht. Dit palet heeft de naam C01 Social Me gekregen en ziet er dus heel erg mooi uit met het holografische voorkantje. Hij is gemaakt van kunststof, vind ik een pluspunt, want je ziet tegenwoordig heel vaak dat paletten gemaakt zijn van karton. Catrice zegt zelf over dit palet dat deze 10 perfect op elkaar afgestemde kleuren bevat, die unieke looks op de ogen creëren. Ze hebben verschillende texturen en die zouden buitenaard zijn. Er zitten dus matte en glinsterende texturen in. En er zit een duochroom tot een transparante balmtextuur met een subtiele multichroom glans in. Dus dat zie je ook wel terug inderdaad aan de kleuren. Ik zal even het blaadje eraf halen, zodat we ook even goed kunnen kijken natuurlijk, wat altijd wel heel handig is. Aan de binnenkant zit een spiegel wat heel fijn is en dit zijn dan de kleuren die erin zitten. Ik vind het zelf wel hele mooie kleuren. Hier vind je dan die balsem, dat is deze. Ik zal even een paar kleuren opnemen voor de swatchje. Ik ben eigenlijk nog een beetje zoeken naar wat voor look ik hiermee wil gaan maken. Want ik wil ook eigenlijk echt wel iets leuks. Dit zijn dan de swatches van de 4 kleuren die ik heb gepakt. Je ziet hier wat glinsterkleuren. Ik heb hier een matte. En ik vind de pigmentatie er goed uitzien, moet ik zeggen. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Wat ik ook heel erg mooi vind. En ik weet niet of je dat hebt gezien. Er staan dus in 2 van de matte kleuren ook echt Catrice in. Althans CA. En dat zie je vaak terug bij Catrice producten. Dat vind ik echt onwijs mooi. Door naar het volgende product. En dat is de Color Correcting Glaze Primer. Die ziet er ook prachtig uit. En wat ik heel erg mooi vind zijn die draaiende kleurtjes. Het is wel zo dat je die op een gegeven moment niet meer gaat zien. Want die ga je dus ook echt gebruiken als je de primer gebruikt. Ik zal hem straks even swatchen als ik hem aanbreng. Want dan verspil ik ook geen product, zeg maar. Dat vind ik wel belangrijk. Deze primer heeft de naam C01 Cyber Anastiek gekregen en Catrice zegt zelf over deze primer dat hij een egale stralende tint garandeert. Hij heeft dus een swirl look, wat ik dus bedoelde met die kleuren. En hij zou een transparante lichte finish creëren die dus imperfecties en roodheid zou egaliseren. Ook zou de textuur hydratatie aanbieden en je zou dus een subtiele glow krijgen van deze primer. En hij heeft dus een pond dispenser, wat gewoon echt heel fijn is, waardoor het product dus uitkomt. Dat zie ik wel vaker bij primers, dus dat vind ik niet heel erg uniek, maar het is wel mooi. En ik vind de verpakking ook gewoon heel erg mooi om te zien, moet ik zeggen. Dan heb ik de highlighter. Die zal ik ook zometeen even swatchen bij het aanbrengen. Want als ik die open ga laten zien aan jullie, gaat de highlighter overal heen lopen. Deze highlighter heeft de naam C01 Virtual gekregen. En ziet er ook weer heel mooi uit door die deksel, vind ik, holografisch.
Hij heeft een lichte gelei-textuur. En hij zou perfect bij elke huidtoon passen. Hij geeft een glanzende finish en heeft dus een holografisch effect. Dankzij lichtreflecterende glitterpigmenten. Dus ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Ga ik dus zometeen ook zwartje voor jullie. Dan heb ik 3 kleuren met lip glaze. En dat zijn deze. Groen, paars en blauw. Ze hebben de namen C03 Meta Glaze. Dat is de groene variant. Dan hebben we de paarse variant. Die heeft de naam C01 Virtual Kiss gekregen. Dat is dus deze. En de blauwe variant heeft de naam C02 Digital Universe gekregen. Universe moet ik dan eigenlijk zeggen. Catrice zegt zelf over deze lip glazes dat ze eigenlijk 3 transparante texturen hebben, maar die reageren dus op de pH-waarde van je lippen en zouden dus unieke tinten creëren met een subtiel vleugje aan kleur. Dus ze zullen niet heel intensief zijn qua kleur. Ze hebben een hoogglansfinish en ze zouden je verzekeren van een metaverse vibe en volumieuze lippen. En met extra glow, dus daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Ik zal deze wel eventjes swatchen. Ik moet zeggen, ik vind alleen de applicators een beetje gek. Want kijk, het zijn een beetje glazen applicators. Dus ik vraag me af of dat lekker aanbrengt. Ik moet zeggen, met de swatch vind ik het niet fantastisch. Ik weet ook eigenlijk niet of dit heel erg handig is om nu te swatchen. Want waarschijnlijk ga je dit niet heel goed zien. Maar we gaan het toch maar eventjes doen. Ik heb er ook nog geen eentje geprobeerd. Dus ik weet ook echt niet hoe het op de lippen gaat bevallen. Maar dat gaan we dus zien. Dit zijn dan de swatches. Maar zoals je kunt zien, zie je er niet zo heel veel kleur in zitten. Omdat het natuurlijk niet mijn lippen zijn waar ik ze nu op heb geswatcht. Maar dat gaan we zo meteen zien bij het aanbrengen. En ze hebben ook nog 2 nagellakjes. En dat zijn deze 2. Wat me opvalt gelijk is dat deze dus geen dubbele dop hebben, wat je normaal wel ziet. Ik heb hier de kleur C01 Pretty Avatar. Dat is de paarse kleur, die draag ik momenteel ook. Ik heb hier nu 2 laagjes op zitten. En ik moet zeggen, de ene zoals deze, die gaat dan wat donkerder worden. Deze weer wat lichter. Ik moet zeggen, hij blijft echt super goed zitten. Want ik heb hem wel een paar keer moeten bijstippen bij de randjes waar wat chips kwamen. Maar hij slijt niet hard. Dus dat vind ik wel echt een pluspunt. Heeft ook een heel normaal kwastje. Zoals je kan zien. Ik ga hem er nu snel in doen, want anders ga ik overal nagellak morsen. Dus dat is deze, de paarse variant. De andere variant heeft de naam C02 Cyber Beauty gekregen. Die heb ik dan nog niet geprobeerd. Maar ik ben wel benieuwd wat die op mijn nagels zal doen. Catrice zegt zelf over deze producten dat ze een futuristische look compleet zouden maken. Het zijn 2 doorzichtige kleuren met een roze glans of een holografische paarse gloed. Dat zie je dus bij deze. Dus ze zijn eigenlijk transparant. Maar ik vind het niet transparant, want ik vind hem nog best mooi paars geworden. Ze zouden zorgen voor een perfecte gelglans finish. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat deze dan uiteindelijk gaat doen. Maar als ik er zo een beetje naar kijk, zie ik al wel een beetje zo'n roze gloed. Goed, dat was de informatie over de producten. Laten we ze nu ook maar gewoon eens even gaan proberen. Want ik ben zelf al heel benieuwd wat het doet op mijn gezicht. Nou, we gaan uiteraard beginnen met het aanbrengen van de primer. Maar die zou ik nog even voor jullie swatchen. Dus ik zal even wat aanbrengen op mijn hand, zodat ik dat ook gelijk kan gebruiken. En hij begint dus met een blauwe kleur, zoals je kan zien. Zo ziet hij eruit. En dan zal ik dit deeltje een beetje uitwrijven. Dan zie je dat ik de bovenkant een beetje heb uitgewreven. Dan zie je er ook eigenlijk niks meer van terug. Dus ik ben heel benieuwd wat het doet op mijn gezicht. Ik ga het spiegeltje uit het oogschaduwpaletten gebruiken. Dan ga ik hem aanbrengen met een kwast. Want die heb ik er even bij gepakt. Zodat ik die swatch nu kan gebruiken. Want wat ik al zei, ik vind het zonde om het een beetje te verspillen. Ik moet zeggen, ik ben momenteel niet heel erg rood. Maar als hij hydratatie heeft, dat vind ik al gelijk wel super fijn. Want ik hou wel van hydratatie op mijn gezicht, omdat mijn gezicht best wel droog aanvoelt de laatste tijd. Ik kan dus niet zeggen of hij daadwerkelijk die roodheden zal maskeren, omdat ik dat dus nu niet heb.
Maar we brengen hem gewoon zo even lekker aan. En ik moet zeggen, het voelt wel heel lekker op mijn gezicht zo. Het voelt wel heel fijn aan. Heeft volgens mij... Nee, hij ruikt niet echt. Ik vind er geen geur aan zitten, maar dan zit hij er in ieder geval op. En dan ben ik best wel voor nu te spreken. Maar ik vind het lastig om daar nu heel veel over te zeggen, omdat hij er net op zit. Ik ga even de basis erop gooien en dan kom ik bij jullie terug om de andere producten te proberen. En dan kan ik ook wel zien of dat mijn foundation een beetje mooi samensmelt met de primer. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Zo, de basis zit erop. Dan gaan we door met de highlighter. En wat ik zelf dus heel fijn vind, er zit dus een transparant dekseltje op. Ik ga hem niet te schuin houden, want dan zit het er helemaal onder. En daarvan ga ik dus nu ook wat van de highlighter pakken, want er zit echt best wel veel op. Ik zal eerst een beetje opnemen voor de swatch. En die ziet er dan zo uit. Ik kan alleen dit dekseltje eventjes zo. Misschien dat ik hem nog even iets meer uit kan smeren en dan ziet hij er zo uit. Dus die ziet er echt wel heel holografisch uit. Ik ga even mijn handen schoonmaken, jongens, want ik zit er wel helemaal onder. Dat is wel echt één nadeel. Ik heb even een kwastje gepakt en daarmee ga ik het aanbrengen. En ik dip dus nu gewoon wat van die highlighter van het dekseltje af, want daar zit echt heel veel op. En ik ga dat nu gewoon hier zo eens even aanbrengen. Ik denk dat ik het eerst eventjes aanbreng. Allemaal. En dat ik hem dan eventjes ga blenden. Het kan zijn dat ik daar nog even een schoon kwastje voor nodig heb. Maar dat moeten we maar eventjes zien. Je ziet hem echt gelijk heel mooi terugkomen. En dan zien we dat zometeen natuurlijk pas heel mooi als hij echt gaat blenden. Beetje op mijn neus. En doe ik een heel klein beetje zo op mijn cupido boogje. Dan ga ik hem met de zijkant proberen te blenden. Maar ik kan het eigenlijk beter misschien even met mijn vingers doen, denk ik. Want ik denk dat dat wat beter gaat. Want dan klop je het er meer in, zeg maar. Zo. Dan wil ik weer niet weer achter het spiegeltje gaan verschuilen natuurlijk. Dan zie je wel dat hij soms misschien wat meer nodig heeft. Maar ik wil ook niet gelijk heel erg eruit gaan qua glimmen. En dan zit hij er ook op. En ik moet zeggen, ik vind hem wel heel mooi. Hij is op zich, je ziet hem wel. Het is niet heel erg aanwezig, maar hij ziet er wel heel mooi uit. En dat vind ik wel echt heel mooi om te zien. Ik vind hem er wel mooi uitzien als ik er zo naar kijk. Voor nu ben ik wel enthousiast. Ik moet alleen een beetje wennen aan die textuur, omdat hij echt wel heel gelei-achtig is. En dat is eventjes iets waar ik zelf aan moet wennen. Dan gaan we door met de ooglook. Ik heb mijn oog al eventjes geprimed en zo. Dus dat zit er allemaal op. En dan ga ik heel eventjes kijken wat ik nou eigenlijk wil gaan doen. Ik denk dat ik ga beginnen met deze kleur als basis. Die matte kleur hier in de hoek. Ik ben echt een beetje aan het kijken van wat wil ik, want er zitten zoveel kleuren in. Die ga ik op de arcadeboog aanbrengen en dan ga ik gewoon even kijken wat ik daarvan vind. Ik vind het ook altijd wel belangrijk dat kleuren bij elkaar passen. En als basiskleur is die prima, maar ik had hem meer wat bruiner verwacht en hij wordt vrij licht. Maar zoals ik al zeg, als basiskleur maakt dat niet zo heel veel uit. Vooral omdat ik er toch nog met een kleurtje overheen ga. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie voor look met dit soort paletten zouden maken. Zou je het een palette vinden om aan te schaffen? Want niet iedereen houdt hiervan, hè? Laten we dat wel voor opstellen. Maar als basiskleur is dit prima. Maar ik vind, zie hem eigenlijk ook wel als een soort van highlighter in de ooghoeken terug. Even kijken, waar gaan we dan? Wat zal ik daar eens overheen aanbrengen? Goud. Ik ga voor goud. Ik weet totaal niet of dat dit fantastisch wordt of helemaal niet. Ik neig eigenlijk een beetje naar dat laatste, want ik zie toch niet echt heel veel terugkomen. Moet er wel echt redelijk vaak overheen.
Maar jawel, als je hem echt een beetje opbouwt, ga je hem wel zien. Oh, ik heb nog nooit zoveel moeite gehad om echt een look te kiezen waarvan ik dacht, oh. Ja, dat komt, er zitten ook best wel veel kleuren in. Dus je kunt best wel wat kanten ermee op. En ik probeer soms ook wel variatie voor jullie te creëren met een ooglook. Maar ik doe ook wel een beetje wat ik zelf mooi vind. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is, zeg maar. Nou, dan ga ik dit eventjes met elkaar blenden. Ik had nog een schone blending gekost, dat is altijd wel fijn. Ja, dan vind ik het wel heel mooi. Het spat niet echt ervan af, maar ik vind het op zich wel mooi. En dan denk ik dus dat ik voor die donkerpaarse kleur ga, hier in de hoek, dat ik die ga gebruiken. En hij ziet er heel donker uit. Dus ik ben wel heel benieuwd wat hij op mijn ogen doet. Ik moet zeggen dat hij wat opbouw nodig heeft, want het is niet dat hij er gelijk afspat. Ja, als je hem echt een beetje opbouwt, komt hij wel hoor, maar hij heeft het wel eventjes nodig. Ja, ik vind het wel leuk. Ik denk dat ik ook nog wel later van de week een andere look hiermee ga maken hoor. Maar voor nu, omdat het voor mij ook de eerste keer is dat ik dit probeer, ja, doe ik gewoon even iets waarvan ik zelf van denk, oh, dit spreekt me wel aan. Ja, je kunt best wel veel kanten op, dus ja. Wat wil je dan, hè? Dat is vaak de vraag. Wat wil je doen? Ja, ik vind hem uiteindelijk toch wel mooi. Deze moet ook weer even goed geblend worden, want ik zie wel dat die een beetje vlekt. Ik doe het altijd wel een beetje heel voorzichtig, zeg maar, meer een beetje deppen met ronddraaiende bewegingen. Zodat ik niet alles weer wegvaag. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Maar omdat ik hem iets minder pigment vind hebben als dat hij in het doosje zit, vind ik het altijd een beetje spannend. Maar de harde lijnen zijn er in ieder geval uit. Ik heb ook heel vaak dat één oog beter lukt dan het andere oog. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor mensen, maar soms heb je dat. Dat is hetzelfde dat je mascara aanbrengt. Soms wil dat ene oog, die wimpers, die willen helemaal lekker gaan. En die andere die denken van, zoek jij het uit. Ik heb daar helemaal geen zin in. Ja, dan vind ik hem toch eigenlijk wel heel erg mooi. Dan ga ik op een bewegende ooglid voor deze kleur. En die heeft lekker een glittertje. Daar heb ik wel zin in. Of het echt een hele holografische look is geworden, dat kan ik nou niet zeggen. Maar ik vind het er wel leuk uitzien. Dat moet ik gelijk wel voor opstellen, maar dat is ook altijd wat ik zeg. Ik vind het zo persoonlijk, want als ik een keer een ooglook maak, soms hoor ik ook van mensen die zeggen, ik hou bijvoorbeeld helemaal niet van roze oogschaduw. Ja, dat kan, weet je. Dat is helemaal niet erg, want dat is gewoon je persoonlijke mening. Ja, ooglooks zijn zo persoonlijk. Dat maakt het soms best wel een beetje lastig, zeg maar. Maar juist door die glitters wordt het wel holografisch, vind ik. Nou, vooral als ik dan zo naar dat ene oog kijk, dan denk ik, ja, dit is echt wel heel holografisch zo, hoor. Dan zit dat erop en dan denk ik toch dat ik even met die balsem ga proberen of ik wat highlights kan creëren. Ik heb geen idee of dat dit wil, maar ik ga het gewoon proberen. Ik heb niet echt het idee dat dit heel lekker oppakt op een kwastje. Nee. Dat werkt dus voor geen meter, die balsem. Dat is één ding wat zeker is.
Nee. Je ziet ook bijna niet. Neemt ook helemaal niet lekker op een kwastje of zo. Die hadden ze van mij er wel uit mogen laten, want ik zie niet in waarom dat lekker moet werken. We maken het af, want we zijn eraan begonnen, maar... Nou, zo ziet het er dan uit. Ik ga hem even afmaken met een oogpotlood, mascara en een eyeliner. En dan komen we bij jullie terug om hem dan even te laten zien. Ik vind hem voor nu wel heel mooi eruit zien, moet ik zeggen. Zo ziet het er dan uit als de ooglook compleet af is. Ik heb natuurlijk net ook weer even in de spiegel gekeken. En ik vind hem niet heel holografisch geworden. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik vind hem evengoed wel mooi. Maar nogmaals, het is heel persoonlijk. Ik vind het geheel er in ieder geval wel mooi uitzien. Nu gaan we ook gelijk door naar de lip glaze. En daar zal ik jullie zo even wat voor uitzoomen. Nou, de lip glaze. Ik heb besloten dat ik voor de paarse wil gaan. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zie een beetje op tegen dat applicatortje, omdat het dus een beetje glas is. En dat ben ik niet echt gewend. Maar ik ga hem gewoon opendraaien en dan ga ik gewoon kijken of dat werkt. Want ik durf het ook niet te zeggen. Gaan we. Dit brengt echt niet fijn aan. Ze stinken ook. Ze ruiken heel naar. Oké, die zit erop. De applicator is wel echt heel vervelend, zoals ik dus al zei. Ik ga eventjes mijn haar nu doen en eventjes zorgen dat verder alles klaar is. Dan kan even die lip glaze hopelijk een beetje echt tot zijn recht komen qua kleur. En dan zal ik even bij jullie terugkomen om de collectie na te bespreken. Zo, ik ben eventjes helemaal klaar nu. En dan is het tijd om eventjes de producten na te lopen. Laten we maar gewoon beginnen bij de primer. Die heb ik natuurlijk als allereerste gebruikt. Voelt fijn aan. Ik ben momenteel heel erg slecht aan het reageren op sommige producten. Dus ik kan best wel snel irritatie krijgen op mijn huid. Kreeg ik bij de primer niet. Hij voelt goed aan op mijn huid. De foundation smolt er ook goed mee samen. Dus voor nu ben ik enthousiast. Maar ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen. Omdat hij nog niet heel erg lang erop zit. Maar ik voel wel dat hij hydrateert. En ik ben wel benieuwd hoe dat dan aan het einde van de dag zal zijn. Maar voor nu ben ik er wel enthousiast over. De highlighter. Ja, het is even een dingetje met aanbrengen, want dat gelei textuur is even wennen. Maar ik moet zeggen dat ik het er uiteindelijk wel mooi uit vind zien. Ik zal nog eventjes zo, als ik zo kijk, je ziet het wel. Maar ik moet wel zeggen, je mag best wel een flinke laag aanbrengen. Want ik zie hem op mijn neus bijvoorbeeld nog wel zitten, maar ik vind hem dus op mijn wang al een beetje minder worden. Dus hij ziet er mooi uit, maar... Breng dus wel wat meer aan om echt een goede highlight te zien op je gezicht. Want op mijn, ja, hierdoor op mijn jukbeenderen, daar gaat hij al een beetje weg. Volgens mij boven mijn lippen zie ik hem niet echt meer terug. Ja, ik weet dus ook niet hoe dit... Jawel, dan zie ik hem ook nog. Maar ik weet dus ook niet hoe dit aan het einde van de dag zal zijn, zeg maar. Hoe het er dan bij staat. Maar ja, voor nu, het ziet er leuk uit. Ja, het oogschaduwpaletten, ik vind hem wel heel mooi. Ik vind wel dat sommige kleuren opgebouwd moeten worden. Je kunt er denk ik echt wel hele bijzondere looks mee maken. Zoals ik al eerder zei, de look die ik gemaakt heb, vind ik er niet direct uitspatten. Maar ik vind hem wel heel mooi geworden. Maar ik ga er ook nog wel een andere look mee maken. Want hier komt ook nog een blogpost van online. En misschien dat ik dan wat meer... dat idee krijgt wat het paletten zou moeten geven. Alleen die balsem, dat vind ik, die had er van mij niet ingehoeven. Want daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Ja, die lip glaze. Ik heb er nu dus eentje geprobeerd. Hij zit er nu even op. Je ziet wel echt dat hij heel mooi kleurt. Dus ik vind echt wel dat hij meer kleur krijgt dan dat het persbericht zei. Want ik vind dit niet een vleugje kleur. Dit is gewoon voldoende kleur. De applicator, die vind ik verschrikkelijk. Het brengt niet fijn aan, dus ik zou zelf liever voor een kwastje kiezen. Maar ik weet dus niet of dan het effect nog echt werkt. Maar ik vind de applicator, die vind ik niet fijn. Want het is best wel scherp met die randjes. Dat voel je aan je lippen en het brengt niet lekker aan. En ik vind hem wel heel erg stinken. Dus dat vind ik wel één minpunt. Maar ja, ik ga de andere kleuren ook nog testen. Maar
ja, ik vind het er mooi uitzien, maar het aanbrengen en de geur die vind ik dus minder. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij van deze collectie vindt, nu je hebt gezien wat hij doet op het gezicht. Is het een collectie waarvan je al producten hebt gekocht of die je zeker zou laten liggen? Hij is dus nog online te koop, mocht je hem in de winkel niet meer kunnen vinden omdat hij uitverkocht is. Ja, ik ben voor nu, ja, de producten zijn mooi, ik moet er ook gewoon nog wat meer mee gaan doen, want ik vind het ook altijd wel lastig om te zeggen natuurlijk na één soort video. Omdat ik er dan voor de eerste keer uittest en nog niet precies weet hoe het aan het einde van de dag eruit ziet. Ik ben in ieder geval wel benieuwd wat je van de look vindt die ik ermee heb gemaakt. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!